Goeiedag dames en heren, ik ben Vergarant Joep en ik laat jullie zien in deze video hoe je cactussen kan overwinteren in de volle grond, in de buitenlucht, zonder enige bescherming. Het sneeuwt dames en heren, kijkt u toch eens aan, het sneeuwt, prachtige witte vlokjes. Maar wij hebben hier een cactustuin. Dan zou men denken een cactustuin in hartje winter is dat wel mogelijk. Maar we zien hier het resultaat van winterharde cactussen dames en heren. We zien dat de sneeuw valt op de cactussen. Dat isoleert enigszins goed, maar ik hoop dat ze het overleven. Is voor mijn experimentje. Er stond bij dat die winter hard was, dames en heren. Maar dit is dus het bewijs dat de cactus dergelijk wel winterhard is. Hier hebben wij een winterharde cactus. Niet afgedekt, eerste jaar in de volle grond. Dus het meest zwak, wel een goede isolerende toplaag. Zoals boomschors, Franse boomschors. Zoals wij zien, de cactus is toch zeker wel besneeuwd. Oké, het is namelijk geen 30 tot 100 centimeter aan sneeuw. Het is een klein laagje. Maar laat staan wat vannacht nog gaat vallen. Het is nu begin van de avond. Het is nu rond 7, 8 uur 's avonds. En we zien dus het sneeuwt. De cactus heeft prachtige sneeuw op zich liggen. De cactus is wel aangegeten door slakken in loop der tijd. Dat is heel normaal bij cactussen. Normaal is het prima als het sneeuw valt dat de cactus op een zonnige plaats staat, waardoor de sneeuw snel ontdooit als de zon er is en de cactus meer beschermd is tegen de kou. Het is natuurlijk wel een winterharde cactus, maar men natuurlijk wel met de juiste maatzorg. Dus dat is wel belangrijk. Hier zien wij dus de cactus met echte sneeuw. Dit is geen namaaksneeuw, dames en heren. Dit is echte sneeuw. Het sneeuwt nu letterlijk in Holland. En we zien dus hier bij de Opuntia, eigenlijk een woestijnachtig soort, dat het toch wel kan vriezen. En dat het toch wel in Nederland koud kan worden. En zoals we zien een klein beetje sneeuw. Het is niet veel, maar het is een beetje. Laat staan wat nog kan vallen. Het jaar is nog niet voorbij. Of laat ik het zo zeggen, het jaar is net begonnen. Het is om precies te zijn halverwege januari. En we hebben nu sneeuw. Halverwege januari. Dit jaar dat er sneeuw valt, het jaargetal is 2021, dat er een klein laagje sneeuw valt. Nu hoop ik dat het bij een klein laagje blijft en dat het zich niet uitbreidt tot een hele berg. Want dan zijn deze cactussen niet winterhard. Deze cactussen zijn winterhard, tot zover. Deze cactus is winterhard, kan ik u laten zien. We hebben hier een kaartje, daar staat het op. Wij zien hier het kaartje en hij is beschermd. Het is een Opuntia acuculata en hij is beschermd tot min 10, min 12. Dus het is nu ongeveer, ja wat zal het wezen, min 1, min 2, min 3. Zal niet kouder wezen. Dus hij kan het nog wel even waarderen. Als hij maar weer gauw droog komt te staan. Dit is dus de cactus in de winter. Vet om te zien. De Opuntia acuculata, winterhard dames en heren. Hier in Hartje Holland. In de wintermaanden. In december in Nederland kan het nogal vaak koud worden, waardoor vaak problemen ervaard worden met cactussen. Maar wij zien ook hier, dames en heren, deze cactus staat gewoon in de volle grond. Die heeft het prima naar zijn zin. En ik hoop dat die komend jaar nog groter en 3 keer zo breed wordt. Deze cactus maar flink uit de kluiten wassen. Zoals wij zien heeft hij dus ook wel wat ruimte om te groeien en te doen. We hebben daar zo een klein stekje, die komt van hem af. We hebben hem dit vorig jaar geplant, het is nu precies te zijn halverwege januari. Dus vorig jaar in de zomer hebben we die geplant. Daar is dat een stekje van. Daar staat er nog een. Ga ik je ook laten zien. Dit is namelijk de Opuntia violacea. Dit is ook een winterharde cactus. Deze cactus is net weer wat meer winterhard dan de andere Opuntia soort. Zoals we hier ook zien, hele lange torens. De Opuntia violacea is dit. Die wordt een beetje paarsig als ze in volle zon staat. Ook hier, dames en heren, hebben wij sneeuw op de cactus. Mensen zeggen, kan niet. Nou, u ziet het. Sommige soorten kan het dus dergelijk wel. Ik geloofde er ook niet echt in. Dus daarom deel ik nu dit resultaat met u. Omdat ik ook niet wist of het echt waar was dat ze winterhard zijn. Maar ook hier, dames en heren, staat op het etiketje
min 18 tot min 20. Maar vrijwel droog. Maar ook deze plant is dus eigenlijk winterhard. Zo zien we dat dus. We hebben dus twee opuntia's in een tuin. In een cactustuin. Die hebben we heerlijk namelijk. Een beetje op een beschutte plek. Dus niet veel stormwind zal er komen. Dat is ideaal als het gaat om cactussen. Het liefst plantjes op een plek met volle zon. En zo zien we dus dat het daadwerkelijk wel kan. Cactussen in Nederland. In de buitenlucht. In hartje winter. Ja, zo zie je dat dus. Hartje winter in Holland. Het sneeuwt aan, dames en heren. En we hebben cactussen in de volle grond. Onbeschermd. Het enige wat we hebben gedaan. Hij is van de vloer af. Twee rijen stenen. En hij is beschermd met schors. We zijn nu eenmaal een paar uurtjes verder. En u ziet dat sneeuw neemt steeds meer toe. Het is namelijk zo. Hoe beter geïsoleerd de cactus staat. Hoe beter het is. Je zou de cactus de eerste paar jaar kunnen afdekken met dennentakken. Oftewel coniferentakken. Deze zorgen ervoor dat sneeuw wordt tegengegaan en dat regen wordt bespaard bij de plant. Want het is namelijk zo, hoe droger hoe beter. Dit is een winterharde soort, die kan namelijk in de open buitenlucht in de volle grond worden geplant. Deze plant kan ook tegen iets meer vocht dan andere cactussoorten. Er bestaan dus twee soorten cactussen. De soorten die vocht kunnen verdragen in de winter en de soorten die geen vocht kunnen verdragen in de winter. De soorten die vocht kunnen verdragen worden in de winter, dat zijn deze opuntia's, zoals in deze video. Maar er zijn ook niet winterharde cactussen, die staan graag in een plantenkast, beschermd tegen de kou. Die worden vosvrij bewaard. Vosvrije cactussen kunnen namelijk erg veel verdragen, qua temperatuur in de kou. En ze kunnen aardig wat vocht verdragen. Als ze maar op een zonnige plek wordt geplant, zodat ze snel weer kunnen opdrogen met een klein beetje zonnetje. De cactuskas wordt namelijk geïsoleerd in de winter. Deze cactussen, de agave, dat is een winterharde plant, maar is wel iets kwetsbaarder dan de agave americana. Hier hebben wij ook sneeuw op het blad. De plant staat ook in winterrust. Ook deze kan prima buiten worden gehuisvestigd op een beschutte plek. Zorg er wel voor dat als ze besneeuwd is, dat er niet heel veel wind bij de cactus kan komen. Want heel veel kou kan ze verdragen, maar ze kan niet tegen kou, vocht en tocht. In combinatie, dat is dodelijk voor een cactus. Ook voor een winterharde cactus. Zou het nou eenmaal heel streng vriezen, dan hebben wij het nu momenteel over min 10, min 15. Dan is het beter om de sneeuw erop te laten liggen. Want de sneeuw beschermt namelijk de plant tegen het stuk vriezen. Van de koude, gure wind. Want zelfs dan doet het de houthuid barsten van de plant. Je zou eventueel winterharde cactussen die in pot staan, die zou je eventueel kunnen inpakken met noppenfolie. Zo zorg je ervoor dat de vorst niet zo snel door de pot heen dringt en dat de wortels beter beschermd zijn tegen het bevriezen van de kou. Dit is dan een agave familie. Dat houdt in dat het een agave americana variegata is. En dat variegata dat staat voor het bonte strepen in het blad. Dat houdt in dat het exemplaar iets kwetsbaarder is dan het gewone exemplaar. Dus dat geen soort met de grijze bladeren zonder gele strepen. We hebben hier de pot ingepakt en van de vloer afgelicht om goed te kunnen laten afwateren. Als cactussen buiten worden gehouden is het alsnog een vuistregel om ze zo droog mogelijk te laten overwinteren. Je zou de cactus eventueel kunnen inpakken met diverse materialen. Zoals ik zei, dennentakken kun je ook bij deze grote cactussen doen. Dan liggen er bijvoorbeeld wat grotere takken overheen. Dat beschermt de planten enorm veel. In landen waar het heel streng kan vriezen, kan namelijk worden gezorgd voor een afdek. Oftewel een afdekcel, oftewel een antivriesdoek. Hier in Nederland vriest het meestal niet zo hard en hebben we toch nog wel enkele sneeuwbuien eens per zoveel jaar. Dus moeten we toch de cactus wel beschermen. Als je dan cactussen kweker bent, dan zal je wel bekend staan dat veel cactussen last hebben van luizen en plagen. In deze periode van winters zul je nauwelijks wat merken van luizen en plagen, want de luizen en plagen zijn ook nu niet actief. In de koude winterperiode is de cactus het meest kwetsbaar en dan kan het heel makkelijk afbreken. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de cactus zoveel mogelijk met rust gelaten wordt en anders alvorens in de herfst worden afgedekt. Wij hebben hier de grond afgedekt met ongeveer 15 centimeter aan boomschors, Franse boomschors. Dat isoleert goed de grond, waardoor de cactussen een betere overleving hebben om door de winter doorheen te komen.
Zou je dat niet doen, dan wordt de aarde heel snel bevroren, ook met sneeuw, en dan krijgen de wortels veel meer een stootje tegen van de kou. Als je de grond dus gaat isoleren met schors, dan houdt dat in dat de plant beter beschermd is tegen de kou en tegen te veel vocht. Want schors neemt ook veel vocht op en houdt veel vocht tegen. Zo ziet u maar, witharige cactussen in Nederland in de volle grond is dus prima mogelijk. Nou dames en heren, dit was dus de video van de cactussen in de volle grond in hartje winter. Hoe dit aan te pakken en zo zie je dus dat het zich prima kan overleven. Ik zou zeggen, vind je het een leuke video? Even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal voor eventuele vragen of opmerkingen. Kunt u mij gerust berichten. En dan zou ik zeggen, adios amigos. Binnen lekker warm met een bak koffie.